Voorzitter, dank u wel voor dit debat. Dank u dat wij kennis hebben mogen nemen van de inzichten van de Nationale Assemblée op deze wetswijziging. Die wetswijziging is een kleine, maar belangrijke. En ik denk dat met de beantwoording van de eerste vraag waarschijnlijk een groot deel met het eerste stukje antwoord een groot deel van de vragen beantwoord worden. Want we hebben enige tijd geleden een commissie ingesteld. Een commissie van de Centrale Bank, het Ministerie van Financiën, de Deviezencommissie. En we hebben gevraagd, wilt u alsjeblieft voor ons kijken naar harmonisering van deze wet met de bankwet van de Centrale Bank. En ik denk dat uit het debat van uw college zeer waardevolle bijdragen zijn geweest die aangeven, misschien had je beter gevraagd om het integraal te bekijken. En ik begrijp dat. En terecht wordt gezegd, die wet is 70 jaar oud. 77 jaar oud. Het is de moeite waard, inderdaad. Misschien was het slimmer geweest om te zeggen van, doe het integraal. Ik denk, voorzitter, dat ik kan achterhalen waarom we dit zo gedaan hebben. Laat me daarmee ook inderdaad een stuk antwoord geven op een heel groot deel van de vragen. En hopelijk dat we dat misverstand uit de wereld helpen. Dat onze eerste prioriteit was om ervoor te zorgen dat juridisch en in de praktijk de harmonisatie van die twee wetten de eerste prioriteit was, belangrijk was, omdat zodat en de regering en de deviezencommissie en de centrale bank met één set aan regels die niet conflicteren zouden kunnen werken. En het meest simpele is, maar ook het meest fundamentele wat gewijzigd is in die wet, is dat die wet zegt, de oude wet zegt, de president bepaalt het deviezenbeleid en daarmee ook de koers. Nou, dat onderdeel is weggehaald. En het tweede wat belangrijk is bij deze wetswijziging is transparantie. Daar is ook het een en ander over gezegd. Maar laat me dit zeggen, voorzitter. Ik denk dat de inzichten die gegeven zijn vanuit het college belangrijk zijn van... Laat me even doorgaan met de beantwoording. Waarom hebben we gevraagd om een snelle actie tot harmonisering en niet de integrale wijziging, omdat we de richting voor de toekomst nog helemaal moeten vinden? Want dus je kan verschillende richtingen uitgaan. Je kan zeggen, je behoudt de deviezencommissie naast de centrale bank, maar er is ook een visie die zegt, integreer de deviezencommissie in de centrale bank. Dus de wetswijziging zal afhankelijk zijn van de beleidskeuze die we gaan maken, van wat willen we in de toekomst doen met de deviezencommissie. Wordt het één orgaan zoals dat in veel landen is, zoals het waarschijnlijk ook logisch zou kunnen zijn voor ons land nu, van heb je dat nog nodig? Die terecht wordt gezegd, die deviezencommissie werd bijna 8 decennia geleden werd die ingesteld met een bepaald doel. Hij heeft waarschijnlijk zijn nut gehad. Vandaar ook inderdaad het feit dat we kunnen vaststellen dat veel van de kanttekeningen die hier gemaakt zijn terecht zijn. Van, bekijk hem ook integraal, maar als we hem integraal bekijken, moeten we hem bekijken tegen de achtergrond van waar gaan we naartoe. En ik denk dat die beleidsdiscussie wel gevoerd moet worden voordat we die wetswijziging doen. Intussen is het wel belangrijk dat we dit geregeld hebben, dat de bankwet, die van de centrale bank, die ook met uw medewerking tot stand gekomen is, en deze wet, dat ze met elkaar geharmoniseerd worden. En dus dat die commissie die opdracht op die manier heeft uitgevoerd. En het zeker niet aan de commissie gelegen heeft als het gevoel ontstaat van er is een beperkte scope geweest in het werk dat ze uitgevoerd hebben. Ze hebben gewoon zeer correct gedaan wat door hun van regeringszijde gevraagd is. Maar voorzitter, ik wil toezeggen, die commissie is niet ontbonden. Wij gaan de commissie vragen om alle aantekeningen die hier zijn genoemd, inhoudelijk, om die alvast mee te nemen en te kijken in de richting van de meer fundamentele wijziging van die wet,
omdat dat die opmerking uit uw college van beide kanten uit terecht is. Wat ik zei, voorzitter, de twee hoofdlijnen die gewijzigd zijn is één. De koers komt niet meer tot stand door de gouverneur of de president. De koers en de deviezenverkeer, het komt tot stand in de markt. En dus dat moest er echt uit, ook ter voorkoming van misbruik daarvan. En ik zeg niet dat wel misbruik per se nu, maar het zou misbruik doen. Iemand die van kwade wil, zou daar misbruik van kunnen maken. Het tweede is dat die wet aanstuurt op meer transparantie. Er komt een website, ook daar is naar gevraagd, kan er alsjeblieft meer informatie komen? Structureel kan dat geregeld worden? Ja, er komt een website van de deviezencommissie en op die website in deze wet, in deze wetswijziging, wordt ook meegenomen van verstrek voortaan alle informatie, niet alleen in het staatsblad, maar zet ze ook op de website van de deviezencommissie, zodat het idee van het is onvoldoende transparant, dat dat uit de wereld geholpen kan worden. Voor wat betreft de verstrekking van informatie, voorzitter, ik ben blij te horen dat erkenning is in uw college, dat ook mijn voorganger, het Jaibor Singh, informatie verstrekt heeft in detail. Voorzitter, ik kan verwijzen dat in een eerdere fase ook ik schriftelijk wat informatie gestuurd heb naar uw college en ik heb inderdaad niet voldaan aan wat kennelijk gevraagd was voor deze vergadering de informatie door te sturen, maar ik heb net de brief getekend, die informatie komt naar u toe. Ik moet daarbij de kanttekening maken, voorzitter, dat die informatie niet altijd op individueel niveau gegeven kan worden. Er is een geheimhoudingsplicht. Mag ik twee voorbeelden geven? Iedereen snapt dat wij hier bij wijze van spreken geen persoonlijke informatie van patiënten zouden mogen opvragen, ook al zijn we parlement van Suriname. We zouden bij wijze van spreken geen individuele informatie van justitiële autoriteiten mogen opvragen. Dat er is in deze wet die er bestaat en in meerdere wetten is geheimhouding is geregeld. Dat betekent niet dat die geheimhouding tot doel heeft om af te dekken wat eventueel verkeerd zou zijn geweest. Dus als er aanleiding is tot onderzoek en dat volgt de juiste wet, de weg, dan zijn ook al deze instanties die gehouden zijn om vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk te behandelen, zullen die dat absoluut beschikbaar stellen als daar de goede route voor gevolgd wordt. Dus er is geen intentie om, als er fouten gemaakt zouden zijn of slecht bestuur zou zijn, om wat voor reden dan ook, met opzet, per ongeluk, door onzorgvuldig, wat dan ook, dat er de behoefte is om dat te om dat te gaan verhullen. Ik denk niet dat we niemand, dat we daar ons land een dienst mee bewijzen. Voorzitter, ik verschil graag van mening met een heleboel wat gezegd is ook in uw college. Ik denk dat het belangrijk is om op een paar van niet op alles in te gaan. Maar om te voorkomen dat dingen blijven hangen in de gemeenschap. De schulden, een groot risico bij het aangaan van schulden in de vorige regeertermijnen is geweest dat een groot deel van de schulden in vreemde valuta is opgenomen. En dat heeft inderdaad gemaakt dat met een meer werkelijke realistische koers dat die schulden de lucht in zijn geschoten. En het is dus niet op de eerste plaats door nieuwe schulden. Er is nog iets wat gebeurd is. Een heleboel lijken vallen nog steeds uit de kast. Nog steeds, voorzitter. Een heleboel lijken vallen nog steeds uit de kast. Wij hebben in het eerste half jaar van 2024 56 miljoen US dollars aan onvoorziene betalingen moeten doen. En een belangrijk deel daarvan zijn lijken uit de kast. Belangrijk deel daarvan, 56 miljoen US dollars, dat knipt in die IMF gelden, dat
vraagt om nieuwe leningen tegen zachtere voorwaarden om daarmee om te kunnen gaan. Dat is waar we mee geconfronteerd raken. Een derde punt is, voorzitter, volgens de wet op die wet op de staatsschuld hebben we hier ook gewijzigd. We hebben hem verbeterd. En dat heeft twee zaken opgeleverd. Eén, een heleboel binnenlandse schulden die niet tot de staatsschuld werden gerekend, maar we wel moesten betalen en ons wel elke dag hoofdpijn geven. Vandaar de kwestie van, kan de politie, ja, we moeten de politie soms laten wachten, we moeten het leger soms laten wachten, we moeten soms ziekenhuizen laten, met pijn moeten we laten, omdat een heleboel van die achterstanden niet als schuld werd beschouwd, maar het zat wel op het bureau van al onze ambtenaren om ermee te dealen, hoe gaan we dit betalen, hoe gaan we hiermee omgaan. Dus de schuld is meer realistisch, er zijn nog lijken uit de kast, en het derde is ook, de staatsschuld was zodanig gedefinieerd dat het een koers hanteerde van lang terug. Een onrealistische koers. Vandaag is het anders. Vandaag is die koers wat stabieler. Hij gaat zelfs omlaag. Maar we hebben ook daar een reparatie in die wet gedaan. Dankzij ons college, als collectief. Met het college, regering en u samen hebben we daar correcties in gebracht. Maar, voorzitter, het is niet waar dat die staatsschuld, de schuldquote omhoog gegaan is. Minister, mag ik u even interromperen? Dat doe ik niet graag, maar ik wens de leiding van de vergadering over te dragen aan de voorzitter. Goed, dank u wel, vicevoorzitter. Minister, ik kan vervolgen. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, dus één is het absolute bedrag aan schulden. Belangrijk is de schuldquote. Dat betekent, hoeveel schuld heb je ten opzichte van je verdiencapaciteit. En er is een internationale norm daarvoor. En die norm is 60%. En onze schuldenwet had die norm van 60%. Ik breng in herinnering dat twee voorgaande kabinetten 5 keren die wet hebben gewijzigd om de schuldenhoeveelheid op te kunnen rekken. En die grenzen te kunnen loslaten van 60%. En die schuldquote is van wat het bedoeld was om te houden binnen de grenzen van wat haalbaar is, 60%, is geschoten naar 148%. 148 was het. 148% van wat wij op jaarbasis verdienen. En hij is langzaam terug aan het gaan. Hij is langzaam terug aan het gaan. En ik denk dat wij dankverschuldigd zijn aan iedereen. Ik sluit niemand uit, voorzitter. Wij zijn dankverschuldigd aan iedereen. Want iedereen heeft ingeleverd om dit. Want die schuld gaat niet vanzelf weg. We denken soms enough pijn de mouw libegi. Jumpai. En we pai. En hij hati. Voorzitter, hij hati. Omdat zou we pai. Uno mag gebruik. Die de student voor nu. Uno mag zijn gade atoso. We moeten een derde van onze begroting betalen als schulden. En die schuldquote is omlaag gegaan. Hij is niet 148 meer. Hij zit tussen de 88 en 122. Hij is fors omlaag gegaan. En het is niet dat ik zeg, Ragubarsin klopt zichzelf op de borst. Of wij kloppen de regering Santokhi en Brunswijk op de borst. Als er iemand op de borst geklopt moet worden, laten we dat doen naar het volk van Suriname. Dat het volk van Suriname een waardig volk is dat met pijn in het hart, maar en ook met de pijn die genomen moet worden om dit op te lossen, dat wij dit oplossen. Dat wij morgen als het betaald is kunnen zeggen, wij zijn geen bedelaars van de wereld. Wij hebben onze verplichtingen, hoe ze ook zijn ontstaan, we zijn ze nagekomen. Noamanako Sorufinga. En voorzitter, dus ik denk... We kunnen hierover elkaar verwijten, of we kunnen zeggen, het is een gepasseerd station, laten we dealen ermee, laten we vooruitkijken, laten we de problemen oplossen. Deze wet, wij kijken vooruit, voorzitter,
laten we het oplossen. We zijn bezig om het samen met elkaar op te lossen. Voorzitter. Voorzitter, nog een stukje herinnering. Nog een stukje herinnering voor de mensen die denken dat er geen problemen waren. In juli 2020 konden de salarissen niet betaald worden. Ze konden niet betaald worden. Juli 2020 konden er geen salarissen betaald worden. Want er was geen geld, ook niet voor de salarissen. Dus de mensen die zeggen van... Voorzitter, de mensen die zeggen er was geen probleem met... Er was geen probleem met de centrale bank en met... Die geringfensde middelen. De kasreserve. Voorzitter, ringfensen betekent dat amoni de was maar een voering. Je loont in een prikkeldraad, want anders is werkelijk de voering. Dat betekent ringfensen. Betekent dat je put prikkeldraad om je heen. Die banken hebben niet zomaar geringfenst. Die banken hebben geringfenst om hun geld te beschermen. En dus om te zeggen van, het zijn leugens, het zijn geen leugens, het was waar. Het was waar. Voorzitter, er zijn vragen gesteld. Is er beleid om procedures bij de deviezencommissie te versnellen? Voorzitter, er is aandacht voor dat punt. Maar we moeten zeggen dat inderdaad in uw college zijn ook zaken genoemd die aandacht vragen voor zorgvuldigheid. Dus notarissen komen daaraan te pas, juristen komen daaraan te pas. Het Minamata-verdrag wordt getoetst, dus bij vergunningen wordt getoetst. Maar er is aandacht om die situatie, om dat zo kort mogelijk te maken. Wat is het beleid bij de uitgifte van vergunningen voor goudexportbedrijven? En hoeveel goudexportbedrijven, hoeveel vergunningen zijn er? Wat is uitgegeven? Voorzitter, er zijn... Kijken. Er is... Ja, voorzitter, er zijn 22 goudopkoop- en exportvergunningen. Dus 22 bedrijven mogen opkopen en exporteren. En daarvan zijn 7 actief. Dus er zijn inderdaad een paar bedrijven die met vergunningen zitten. En je vraagt je af, wat doen ze ermee? En er zijn 9 goudopkoopvergunningen. Dus in dat opzicht begrijp ik de vraag van uw college... Wat doen die bedrijven met de goudopkoopvergunning als ze er niks mee doen? Dus dat is iets waarvan ik begrijp dat u zegt van geef de informatie. Wie zijn die mensen? Wat zijn ze? En ik moet u daarop zeggen dat wij zoveel als mogelijk de informatie verstrekken binnen het kader van wat mag. Omdat die deviezencommissie op basis van haar eigen artikel... artikel 40 lid 1 verplicht is tot geheimhouding. Die geheimhouding heeft natuurlijk een bepaald karakter. En algemene informatie die naar u toe kan komen, komt zeker naar u toe. Als er reden is tot onderzoek van onrechtmatigheden, onregelmatigheden, en dat onderzoek wordt op de juiste manier ingezet. De deviezencommissie is de eerste die gaat meewerken om daarin om dat goed bestuur te helpen vestigen. Voorzitter, wat zijn de vereisten voor de aanvragen om een goudopkoop- en exportvergunning te kunnen, om daarvoor in aanmerking te kunnen komen? Daar is een heel document van. Er is een heel documentje van, naam, vestiging, de bekende dingen. Een verklaring van onbesproken gedrag, kopie paspoort, curriculum vitae directeur, arbeidsovereenkomsten. Maar er wordt ook getoetst,
goudopkoop, deviezen, goudopkoopvergunningen. Er wordt getoetst aan zaken als, er wordt bij de DC informatie ingewonnen. Het gaat niet over één nacht ijs. Het is iets van hele grote mate van zorgvuldigheid. Voorzitter, wat is de relatie van Calotti met de staat? Calotti, als ik het goed heb, is daar een afspraak uit een vorige regeerperiode. Wat Calotti doet, is die stelt het gehalte vast van goud en de hoeveelheden, wegen, eiken, ten behoeve van de staat. En Calotti int geen belastingen, maar bepaalt wel, dus wat voor goud is het, wat is de kwaliteit, wat is de hoeveelheid en hoeveel royalties moeten daarop betaald worden. Dat is de dienst die Calotti verleent aan de staat Suriname. Even kijken, de deviezencommissie is politiek ingevuld. Voorzitter, dat is niet waar. De deviezencommissie is dus op basis van deskundigheid ingevuld. En de deskundigheid en integriteit zijn de leidende motieven bij de selectie van kandidaten voor en de benoeming van leden van de van de deviezencommissie. De jaarrekening, de deviezencommissie is een hele kleine organisatie. Daar gaan wel grote bedragen in om. Dus voorzitter, de vraag, maakt de deviezencommissie een jaarrekening, is een zeer terechte vraag. En het antwoord is nee. In haar bestaan heeft de deviezencommissie geen jaarrekeningen gemaakt. Dat betekent niet dat de deviezencommissie geen boekhouding voert. De deviezencommissie voert wel degelijk haar administratie. En de huidige leiding van die commissie heeft de minister van Financiën heeft mij benaderd en gezegd, minister, wij willen de gang inzetten richting de aantrekking van een accountant, zodat de boekhouding wel gecontroleerd kan worden, omdat dat wel geregeld is in de wet en wij aan die wet willen voldoen. En dus dat verzoek is gedaan. Er is nog iets gezegd wat niet helemaal met de wet te maken heeft, voorzitter. Maar waarvan het goed is dat we dat wegwerken bij de gemeenschap. En dat is dat hier gezegd is dat omwille van het geld en de inkomsten, dat het ministerie van Financiën recent de algemene beschikking voor vrijstellingen heeft opgeschort. Dat is niet waar. Voorzitter, ik denk dat het goed is en ik denk dat het ook goed is voor de hele gemeenschap om daar kennis van te nemen. Die algemene beschikking voor vrijstellingen van bedrijfsgoederen, ik ga u dat zo direct toelichten, voorzitter, is ingesteld geweest vorig jaar voor de duur van 1 jaar. Eindigende op 27 juni. En iedereen die met die wet werkt in de praktijk, die wist vooraf dat die wet... dat die algemene beschikking per 27 juni zou ophouden. Die algemene beschikking is niet opgeschort voor medicijnen, is niet opgeschort voor basisgoederen, het heeft geen werking voor het grondstoffenbesluit. Iedereen die grondstoffen haalt kan rustig zijn zaken blijven doen. Iedereen die medicamenten doet, iedereen die basisgoederen doet, kan rustig zijn zaken blijven doen. Waar is het voor opgeschort? Voor bedrijfsgoederen, dat wil zeggen bedrijven die investeren, die zeggen ik doe een aanloopinvestering en ik wil daar belastingvoorzieningen voor. En met genoegen doen we dat. Maar voorzitter, als wij al die bedragen optellen die we aan vrijstelling hebben gegeven, zou ons land vol met bedrijven moeten zitten. Dus daar is iets waarvan we ook met het bedrijfsleven, en het bedrijfsleven is het ermee eens dat we samen met ze gaan zitten om te evalueren. Als wij deze wet continueren, deze beschikking, dat wij dat
eerst evalueren. Hoe willen we dat het werkt? Hoe zorgen we dat er controle in plaats is en dat de doelen daadwerkelijk gehaald worden? Als iemand zegt, ik ga een bedrijf vestigen binnen 3 jaar met 25 medewerkers, dat het er binnen 3 jaar ook staat en dat je na jaar 1 kan zien dat de investeringen gepleegd worden. Op dit moment ontbreekt het controleapparaat volledig om te toetsen. Dus de voorzieningen worden gegeven, maar er is onvoldoende zicht op dat de resultaten daadwerkelijk geboekt worden. Het is niet gedaan omwille van het geld op de eerste plaats. Het is belangrijk om te noteren dat wij niet zonder meer dat geld willen weggeven. En dat is inderdaad waar. Maar het verdienen van meer geld voor de staat is een belangrijk doel. Maar dat is niet de achtergrond van deze maatregel geweest. Overigens, voorzitter, ik denk dat ook in dat opzicht het belangrijk is om te vermelden dat, om te herhalen wat ik vaker zeg, wij treffen geen maatregelen voor het IMF. Dus ook deze wetgeving, het is niet voor het IMF. Het IMF is er bekend mee, we hebben er afspraken mee, we doen het om ons eigen land te verbeteren. En dat is ook de reden waarom we met z'n allen hier zitten en de tijd nemen. We zouden hier niet zitten als we het voor het IMF deden. En voorzitter, ook dat, dit doen wij niet voor het IMF. We doen dit voor ons land, wij verbeteren ons land, we zijn er allemaal van overtuigd. Anders zaten we allemaal vandaag nu ergens anders. Maar we zijn hier om ons land en ons volk te dienen. Voorzitter, de retentiegelden. Die retentiegelden waren erg, erg belangrijk 3 jaar geleden. In 2020, 2021, toen er een grote schaarste was aan vreemde valuta. En waarbij het van belang was om die in goede banen te leiden. Zodat er aan 4 basisgroepen vreemde valuta beschikbaar kon blijven gaan. 1 voor brandstof. 2 voor basisgoederen. 3 voor medicamenten en 4 voor de wederopbouw van de reserves bij de centrale bank. En in de periode dat die retentiemonitoring unit die ingesteld was gewerkt heeft, zijn er verslagen gemaakt. Wij kunnen kijken dat als u behoefte hebt om die verslagen, dat we die alsnog proberen op te duiken en naar u toesturen. En die hebben goed gewerkt. Die hebben een stabiliserende werking gehad in de markt. Wat fundamenteel stabiliserend heeft gewerkt, voorzitter, is het loslaten van de brandstofprijs. En laat me zeggen, voorzitter, laten we daar even naar kijken. Toen wij die brandstofprijs moesten loslaten, was iedereen huiverig. Wat gaat er gebeuren? Wokirdisma. En die brandstofprijs zat op zijn hoogtepunt met een prijs van diesel van boven de 50 SRD per liter. Het loslaten van die brandstofprijs heeft gemaakt dat de staatsbegroting zodanig in rust gekomen is. Voorzitter, dat daarmee binnen 6 weken van het loslaten van die brandstofprijs de koers stabiliseerde. Dat wij in staat zijn geweest de koers langzaam omlaag te brengen. En dat die brandstofprijs van 50 toen vandaag ver onder de 40 is. Dat de koers die toen aan het stijgen was, niet alleen gestabiliseerd is, maar nu een jaar lang omlaag aan het gaan is. En dat is ongekend, niet alleen in Suriname, dat is ongekend in de wereld. Dat is iets wat niet vaak voorkomt. Waarbij die brandstofprijs, die voor veel mensen boven de 40 zat toen, vandaag rond, ik dacht dat ik 36, 75 of zo zag bij GoTo vanmorgen, dat gebeurd is. Wij waren huiverig om die maatregel te treffen, maar we zien vandaag dat die maatregel ons enorm, enorm geholpen heeft. En in het kader van het debat van vandaag met de retentiegelden, voorzitter, die maatregelen die wij met z'n allen getroffen hebben, die hebben zodanig goed gewerkt dat vandaag de dag die retentie uit zichzelf werkt. De deviezen komen binnen en de markt verkoopt automatisch. De mensen verkopen het aan de banken. De banken hebben beschikbaarheid aan vreemde valuta. Het heeft ertoe geleid dat er voldoende vreemde valuta is op de markt. Waar we vorig jaar in een situatie zaten dat mensen van hun eigen rekening, hun eigen valutarekening, niet konden lichten, dat vandaag de banken aanbieden van er is voldoende valuta in de markt.
Wij kunnen dat voorzien. Voorzitter, het is niet automatisch gegaan. Het is niet vanzelf, het is geen geluk. Het is het resultaat van onze offers en van beleid. En dus ook hier, als er een compliment uitgedeeld moet worden, een compliment naar het volk van Suriname. We hebben het toch wel weer met z'n allen klaargespeeld. En we mogen dat niet verliezen. Voorzitter, inderdaad, bij transparantie, het is genoemd door een van uw leden, het inlopen van de achterstanden van de jaarrekeningen, zowel bij de centrale bank als bij, waar is dat nog meer genoemd, jaarrekeningen worden ingelopen. We zien bij de NOB goedkeurende verklaringen van de accountant. We zien websites, de assemblée heeft een uitstekende website. De centrale bank heeft een uitstekende website. Het planbureau heeft een website. Het ministerie van Financiën plaatst regelmatig alle cijfers op de website. ABS. Voorzitter, ik denk dat het verhaal van non-transparantie geen stand houdt. Het zou goed zijn om dat verhaal achterwege te laten. Het is niet waar. Het is niet waar. Er is voldoende transparantie. Er is voldoende informatie. En wie zegt van ik heb geen vertrouwen in overheidsinstanties, dat zou kunnen. Luister naar de Suriname Economic Oversight Board. Dat wordt gedreven door het particulier initiatief. Door bankiers. En laat me u iets zeggen, voorzitter. De maandverslagen van de Suriname Economic Oversight Board. De buitenlandse instellingen, inclusief het IMF. Die zitten maandelijks te wachten op hun analyse. En hun verslag. Dus als je zegt, ik vertrouw niet de websites van mijn eigen overheid, lees die van de Suriname Economic Oversight Board. Omdat die een getrouw beeld geven. En toetsen met die van de Assemblée. En van Financiën. En van de Centrale Bank. Dus je zult zien dat ze met elkaar in lijn lopen. We zijn meer eenheid dan we elkaar credit geven. Dus voorzitter, ook dat punt. Even kijken. Ik denk, voorzitter, ik heb misschien niet op elke vraag individueel het concrete antwoord gegeven. Ik weet dat het, met name het lid Zang hele concrete vragen stelt. Waarom niet artikel dit goed beoordeeld, niet artikel dat. Voorzitter, ik hoop dat met de algemene beantwoording van dat ik denk dat hier een heleboel nuttige opmerkingen zijn gemaakt voor integrale wijziging van die wet, dat we die graag meenemen naar die ronde. Maar ik denk, voorzitter, dat voor wat betreft de behandeling van deze wet, dat die behandeling eigenlijk niet zo moeilijk is, omdat het duidelijk is dat de ordening zoals we die nu geven, 77 jaar later na de deviezenwet, dat die ordening waarbij de markt het regelt, wij laten zien dat wij in staat zijn om die markt het goed te laten regelen, beter zelfs dan een heleboel internationale instellingen denken dat het zou kunnen gebeuren. En laat me nog iets zeggen, voorzitter, buiten deze wet om, want die wet spreekt voor zich. Ik bedoel, dit is achterhaald. Je laat niet de gouverneur bepalen wat de koers is. Je laat niet de president bepalen. De markt bepaalt het. En de autoriteit is de centrale bank. Maar laat me nog iets zeggen, voorzitter. En gelukkig, ik sprak zo net voor de vergadering even met collega Economische Zaken. Het feit dat die koers vandaag van 38 naar 29 is, met bijna 30% omlaag, is een harde reden dat niet alleen de basisgoederen in prijs omlaag gaan, maar dat alle prijzen van alle producten omlaag gaan. Het tweede is, voorzitter, dat ook het feit dat de brandstofprijzen met 25-30% lager zijn dan een jaar geleden, is reden voor ons ondernemerschap. En het is niet dat het 2 weken is, een maand,
anderhalve maand. Het is een jaar aan de gang dat de koersen en de prijzen niet alleen stabiel zijn, maar omlaag gaan. Het zijn twee fundamentele redenen voor ons ondernemerschap. En ik moet zeggen dat in dat goede gesprek dat ik net had met collega Economische Zaken, dat zij zegt, ik merk hier en daar de verlagingen en dat wij met z'n allen ons moeten inzetten dat die prijzen verder omlaag gaan. Voorzitter, ik denk dat ik hiermee in de eerste ronde, ik hoop dat ik hiermee alle vragen beantwoord heb. En ik kijk met u uit. Oh, voorzitter, ik heb een mondelinge akte van wijziging. Moet ik dat nu brengen of moet ik dat in de tweede ronde brengen, voorzitter? Ik zou voorstellen dat u het nu doet. Ja, voorzitter, en die mondelinge akte heeft te maken. Hij is reeds gedeeld met uw college. Voorzitter, en het heeft te maken met een paar schoonheidsfouten die we in die wet willen geven. En zal ik hem voorlezen, voorzitter. Wet van 2024. Houdende wijziging van de deviesregeling 1947, staatsblad 1947, nummer 136, zoals laatstelijk gewijzigd bij staatsblad 1984, nummer 104. Mondelinge wijzigingen waarvan akte wordt gevraagd. In de ontwerpwet worden de volgende wijzigingen gebracht. A. In artikel 1 komt na sub A onder verlettering van minister sub B. Minister Ivor, ik kijk naar de zaal en we hebben niet minimale vereisten om op dit moment dit te kunnen sanctioneren. Dus zou ik even moeten schorsen zodat de fractieleiders ons daartoe kunnen helpen. Ja, we moeten minimaal 26 leden in de zaal hebben. Nou. Schors? Goed, dan schors ik voor enkele ogenblikken. Onze situatie is niet veel verbeterd, dus ik ga voorstellen dat we alvast dit als werkdocument deelt. En op een ander moment zal dan de mondelinge akte worden besproken en aangenomen. Ja? Goed, minister, u was klaar, dus dan ga ik de ronde afsluiten.